Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 4 van de Eredivisie. Maar eerst de wedstrijd van Ajax in Europa. Ajax won met 3-0 van Jagiellonia Białystok. Dus ze zijn door naar de Europa League. Gefeliciteerd Ajaxiden. Dan in de Eredivisie won AZ met 0-3 van RKC. Almere City FC Groningen werd 1-1. Fortuna tegen NEC werd 0-3. Heerenveen won met 4-0 van NAC Breda. Willem II Sparta werd 1-2. FC Utrecht FC Twente werd 2-1. Helaas is de klassieker afgelast en gaat volgens mij op 30 oktober gespeeld worden. PEC tegen Heracles werd 3-0. En PSV Go Ahead Eagles werd ook 3-0. Dan gaan we naar de voorspellers. Nee, we gaan naar de ranglijst. PSV staat natuurlijk bovenaan met 12 punten. Dan komen AZ en Utrecht daarna met 10 punten. Groningen staat vierde met 8 punten. Fortuna en NEC en Sparta hebben 6 punten. Feyenoord en Willem II hebben 5 punten. Heerenveen en Twente hebben 4 punten. Ajax, PEC en Go Ahead Eagles en NAC Breda hebben 3 punten. Heracles op de 16e plaats met 2 punten. Almere op de 17e plaats met 1 punt. En RKC heeft nog steeds 0 punten. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Jarno staat bovenaan met 37 punten. Daar komen Milan Lazeri en Luc met 36 punten. Op de vierde plek Peter met 33 punten. Stan staat vijfde met 32 punten. Rins en Amersfoort Power bij 31 punten. En Danny staat achtste met 29 punten. Dan hebben wij een interlandsbreekje met 2 thuiswedstrijden voor het Nederlands elftal. Nederland neemt het op tegen Bosnië-Herzegovina en tegen Duitsland. En voor de volgende speelronde van de Eredivisie voorspellen we Twente, PEC Zwolle, FC Groningen tegen Feyenoord, NAC Breda tegen Fortuna, AZ neemt het op tegen Heerenveen, PSV ontvangt NEC, Sparta op het kasteel tegen Go Ahead Eagles, Ajax thuis tegen FC Utrecht, Willem II ontvangt RKC en als laatste hebben we Heracles Almere City. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.